Vrijdag, de 11e dag van de internationale Wimbledon-kampioenschappen, was een hoogtijdag voor het Nederlandse tennis. Want toen traden Trudy Groenman en Tom Okker in de halve finale gemengd dubbel aan tegen het als nummer 2 geplaatste Australische paar Fred Story en Leslie Turner. Twee onbekenden uit Nederland tegen een paar dat in 1961 al eens de Wimbledon-titel had behaald. Nooit eerder waren Nederlanders op Wimbledon zo ver gekomen. De Australiërs hadden het in de eerste set bijzonder moeilijk. Nederlandse persvertegenwoordigers wisten niet wat ze zagen toen Trudy en Tom het ene punt na het andere scoorden. Onze Groningse vertegenwoordigster groeide mee met het spel van Tom Okker. En samen wisten ze de eerste set met 6-2 te winnen. Steeds meer toeschouwers kwamen kijken naar deze match die op een der bijbanen werd gespeeld. In de tweede set vond Story het nog steeds niet nodig om zijn trui uit te trekken, maar dat verhinderde hem niet om nu en dan enorme smashes te slaan. Die tweede set wonnen de Australiërs met 6-2. Tom Okker's service, hoewel niet zo hard als die van Story, was toch vaak van verrassende kracht. Het Australische koppel wist nu dat het met grote concentratie moest spelen, wilde het niet hetzelfde lot ondergaan als Maria Bueno en Hewitt, die in de kwartfinales door de onervaren Nederlanders waren uitgeschakeld. In het eerste deel van de beslissende set bleven onze landgenoten nog goed volgen en scoorden ze menig fraai punt. Maar toen Story eenmaal zijn vest had uitgetrokken, schakelde hij met de nu ook goed spelende Leslie Turner het Nederlandse koppel met 6-3 uit. Maar Trudy Groenman en Tom Okker behoeven zich niet te schamen. Zij hebben het Nederlandse tennis internationaal weer een gezicht gegeven.